Want het is natuurlijk best raar dat je een auto van een paar duizend euro, daar maak je eerst een proefrit. Maar een fiets van duizenden euro's, daar maak je geen proefrit, die moet je gelijk kopen. Dat is natuurlijk vreemd. En daarom kun je bij Merida alle dure fietsen vanaf een 2.500 euro en de duurder, kun je heel komen testen in het Experience Center. En de verkoop is niet voor Jack, de verkoopopbrengst is niet voor Merida, maar de verkoopopbrengst is voor Orange Babies. De Orange Babies, een organisatie actief voor de zwarte Afrikaanse vrouwen in de Afrikaanse tijd, is een high days. Vandaag een paarse dagje, een mooi rond paars en roze. Zelf gaan we ballen maken. Wat mensen die zeiden, ik wil zeer graag zo'n boek hebben, maar ik wil dat die past bij mijn keuken of bij de muur of bij het bankstel thuis. Dan kun je van tevoren reserveren. En dan kun je tegen zeggen, ik wil er heel veel rood, geel, paars in hebben. Ik wil er kreet erop hebben. Nee, ik ben met de rood nodig helaas. Goeie kort pennetje erop zitten, ze rijdt niet fijn. Dus ik zeg een pennetje, moet tussen de 9 en de 12 centimeter zitten. Ja, dat is met dat ding, hè. Nou, ik droom de schaar. Is een maatje te groot voor u? Ja, een beetje. U zit daar zo in dat hoekje? Ja, ik zit hier voor baby maar zitten natuurlijk. Ah, was gewoon volk bij? Ja, ja, natuurlijk. Ik word bij vereeuwigd of zo. Dus, Hallo. De camera. Yo. Hey, de Stelvio. Hey, wat een bergje is dat, joh? Ja, 2800 meter hoog, hè? 21 kilometer lang. Wat doet je ermee? Jij organiseert reizen er naartoe. Ja. Dit jaar hebben we voor Kika gedaan. Ik heb horen zeggen dat de Belgen dat een halve prijs kunnen doen, is dat waar? Halve prijs! Als je een keus maken, hè? Ja? Ja, dat is maar een toekomst. Hè. Ja. Als je naar dan bereikt, dan kun je niet meer alles doen in de stad. Hè? De waterstad is en dat gaat tegen 100 door. Ja? Ja. Dat is toch al voor mij. Die mooie dingen. Het nou, het zwaar. Ja? Dat zou die moeten. Prima, zit lekker. Ik heb nou wel een warme kont van de zaal.
Zijn dat allemaal Merida fietsen? Ja, allemaal. Kom maar heel langs. Hij wil de kids niet worden. Wat we hier doen bij SQ Lab is het opmeten van mensen en hun lichaamsmaat om te kijken hoe ze op de fiets gepositioneerd moeten worden. We beginnen met de lichaamslengte. Dan gaan we naar de borstbeenhoogte, bekkenkamhoogte. Met deze popometing wordt er opgemeten wat de zitpositie is van de zitbordjes. En uiteindelijk de centrale punten van de zitbordjes. En dan kijken we naar de positie op de fiets, hoe diep mensen zitten. En dat het bekken kantelt. Hoe rechter het bekken is, hoe verder de zitbordjes uit elkaar staan. Dus de drukpunten. Hoe verder men naar voren kantelt, verplaatsen de drukpunten naar voren. En dan wordt het zadel smaller. Komt zij ook naar hier? Zij was gisteren hier. Ah, ze was, oh, ben ik een dag te laat. Ja. En gaat het nog? Hij stond. Ja. Prologie in de Tour. Ja? Echt waar? 9%. Oei, oei. Steek de tong nog eens uit. Ja, het wordt wel tijd dat je bij zo'n fietsje gaat rijden. Hè? Zijn we weg, ja? Ja, gaan we gaan? Ja. Zo. Niet te snel, hè? Nee, ik ga niet te snel. Is goed. Nog een rondje doen? Ja, is goed zo. Ja. Prima. Een rondje op de even scooter. Hey, dat heet wel lekker, hè? Heel lekker, hè? Ja, absoluut. Binders zijn de beste fietsen, dus eigenlijk ook de enige fietsen voor grote mensen. Ja, maar dat kost toch niet. Nee, het is jammer. Moest ik nu 30 centimeter groter zijn, dan reed ik al lang op de fiets voor nu. In principe gaat dat wel, want als je nu zo een tijdrit stuurt en pakt. Als je die vrouwen ziet van Gary Fischer, ja. Die zijn maar zo groot als jij, die rijden er ook allemaal op. Maar die zitten inderdaad bekend met een gat tegen hun achterband. Oh, dan moet ik tegen de mensen van Merida zeggen. Het gaat snopper. Die hebben gelegen, hè. Ik moet niet stop bij Ronald. Ja, is het nu een prijsverschil op de kleur of? Ja, iets 20 euro. Like this. If you would have such a hub with a Ronald disc. Yeah. Pressed between the rings and the balls, it becomes a solid fastest goal, and that gives you traction. And this looks like a smooth surface, but
is het er doorgetrokken? Ja. Eens kijken. Ja, heel mooi. Kijk. Ja, goed. En dan. Erik, dit zijn twee mooie dames van Grinta. En Grinta, dat betekent? Doorzetting en lef. Doorzetting en lef. Race magazine, woordenvol met raceinformatie. Supermooi spul. Deze dames weten er alles van. En ik denk dat het zeer interessant is om te kijken of Merida en Grinta samen wat kunnen doen. Hebben we al gedaan in Merida? Absoluut, absoluut. We moeten eens kijken of we de samenwerking kunnen uitbreiden. Wat er allemaal mogelijk is. Ik sta erin, net gezien. Ja. Leuk. We zaten erin. Ja, dat heb ik gezien. Dat is gaaf. Doodler. Wat? Doodler. Oh, kijk niet. Appeltuis.